besteden we aandacht aan politieke partijen. Vandaag is het de beurt aan de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Op 24 januari, jongsleden, vierde de VVD haar 75ste verjaardag. Alle reden voor een groot feest, want de partij verkeert al decennia in het centrum van de macht. Sinds 1994 heeft de VVD in 9 van de 10 kabinetten gezeten. Volgens de VVD zijn er 99 redenen om op Rutte te stemmen. Hij manoeuvreert als een hele goede schipper. Ik heb het volste vertrouwen in hem. Ik vind Mark Rutte een fantastisch leider. Een vroege passante in Woerden of ze op de VVD gaan stemmen. Dat denk ik niet. Nee, echt niet. Nee, daar ga ik nooit op stemmen. Nee. Als ik ga stemmen op de VVD, nee. En waarom niet? Nou, ik was altijd in de VVD en ben nou niet meer. Onder leiding van Mark Rutte, de langstzittende premier van ons land, zijn er tal van crisis ontstaan, zoals met betrekking tot onze koopkracht, de asielopvang, de toeslagenaffaire en onze energievoorziening. En een aantal belangrijke verkiezingsbeloften zijn gebroken. Ik heb natuurlijk in 2016 sorry gezegd van mijn belofte over die 1000 euro, dat was een fout. Want nog eens een keer, het gaat niet over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Daar zijn we ook tegen. In de eerste plaats moet je volgens mij niet aan hypotheekrenteaftrek komen. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. Ik ben zelf een jaar of 30 VVD-stemmer geweest. Mijn vader en mijn grootvader ook. Ik zie Rutte als een systeempoliticus en een opportunist. Dus eigenlijk is er helemaal geen ideologische richting bij Rutte. Rutte beweegt altijd in die richting waar hij zijn voordeel ziet. Als Rutte zijn gang blijft gaan, en dus de VVD, ja, dat Nederland dan een soort verarmde provincie van Brussel wordt. Met heel weinig vrijheden. Ja, die kant moeten we gewoon niet opgaan. Premier Rutte heeft onze taal wel bereikt met een nieuwe manier om je missers recht te praten. Ik heb geen herinnering aan. Ik heb niet precies scherp, dat weet ik echt niet exact herinneren met wie ik het wel ging besproken heb. En na mijn beste weten geen memo over de dividendbelasting heeft gelegen. En er staat bij dat ik daar geen herinnering aan heb. Ik heb mij dat achteraf verkeerd herinnerd. Voormalig VVD'er Wiebren van Haga valt nog wat anders op. Ik denk wel dat de achterban nog steeds denkt dat de VVD een klassiek liberale partij is. Maar de politici zijn over het algemeen diep socialistisch.